Die resultaten komen ook terecht bij de voorzitter van de opleidingscommissie. Als er daar dus problemen uit naar voren komen, is het in principe aan de voorzitter van de opleidingscommissie om op te merken, er is hier een probleem in dit vak, en te kijken wat er daar aan gedaan kan worden. Dus daar wordt wel degelijk naar gekeken. En opleidingscommissie en ook binnen de faculteit, ik heb gezegd, er is een zogezegde kwaliteitscel, die volgen dat echt wel op. En als mensen slechte scores halen op evaluaties, dan wordt daar echt wel naar gekeken en iets meegedaan. Nu, dit zijn dus die ZAP'ers. In Vlaamse traditie zijn die allemaal professor. Professor is eigenlijk een beetje een eigenaardige term, in de zin dat dat formeel gezien een eigenlijk onbestaande categorie is. Dit zijn, voor de universiteit ben ik op dit moment hoofddocent. Die term professor is wat gebruikt wordt als een soort van eretitel in Vlaanderen voor iedereen die hier zit. In Nederland bijvoorbeeld zijn enkel hoogleraren professoren. En mensen die docent UD of UHD zijn, heet dat dan in Nederland, universitair docent, universitair hoofddocent, die noemen zich geen professor. En daar is dat een privilege voor de hoogleraar. Dat hangt wel samen met het feit dat je in Nederland enkel een promotor van een doctoraat kunt zijn als je hoogleraar bent. Terwijl in Vlaanderen het enige verschil tussen mij en iemand die hoogleraar is, is het doel. Dat komt eigenlijk niet. Daarnaast, ik zou geen decaan kunnen worden omdat ik geen hoogleraar ben. Ik zou ook geen rector. Dus er zijn een aantal interne posities waarvoor je hoogleraar moet zijn, maar voor de rest heb je allezelfde rechten en plichten of dat je nu docent of hoogleraar bent. In principe is een ZAP'er vastbenoemd. Wat dus wil zeggen dat die mensen moeilijk te ontslagen zijn, maar je krijgt om de zoveel tijd wel evaluatie. Als die altijd negatief zijn, zijn er formele stappen die genomen kunnen worden om iemand te ontslagen. Dat gebeurt hetzelfde. Uitzondering zijn er twee. Met name de docenten in het huidige systeem zijn niet vastbenoemd. In het huidige systeem word je in een zogenaamd tenure track benoemd. Dat wil zeggen dat je 5 jaar de tijd krijgt om je te bewijzen. Dat je na 5 jaar een evaluatie krijgt, opnieuw op basis van die criteria. Als je daar positief op scoort, dan word je vastbenoemd. Dus waar je vroeger hier vastbenoemd wordt, word je nu hier vastbenoemd. Ik weet niet of dat er, ik denk niet dat er al gevallen zijn geweest van mensen die vastbenoemde list hebben, maar het zorgt in ieder geval wel voor een zekere, een iets grotere zenuwachtigheid bij mensen die hier zitten. Ja, maar dat is iets anders, daar ga ik het nog over hebben. Met name, er zijn twee uitzonderingen met betrekking tot die vastbenoemingen. Dat zijn docenten en mensen die een tijdelijk statuut expliciet hebben. Je hebt mensen die tijdelijk benoemd worden in een ZAP-positie. Dat is dan telkens voor minder dan 30%. Van een bepaald percentage kan dat niet. Maar voor kleine fracties, voor een 10% of 20%, kunnen mensen tijdelijk als ZAP benoemd worden. In onze faculteit zijn, in onze vakgroep zijn er dat twee, vandaar dat ik die ook even erbij neem. Dat zijn dat Heidi Mertens en Veerle Provoost. Die zitten op een klein percentage dat daar is omdat Freddy Mortier als rector vervangen moet worden. In principe is Freddy Mortier lid van onze vakgroep. En als lid van de vakgroep kan hij meezorgen voor het onderwijs. Aangezien dat hij vice-rector geworden is, kan hij geen onderwijs- en onderzoekstaken op zich nemen. Daarvoor krijgt de faculteit geld om dat tijdelijk op te vangen. En vandaar dus Heidi Mertens en Veerle Provoost zitten in dat soort tijdelijk statuut. Daarnaast worden mensen ook aangeduid om een vak te geven, om verantwoordelijke lesgever te zijn. Maar daarvoor moet je geen ZAP'er zijn. En dat is waar dat bijvoorbeeld Kasper Rauw zit, in die positie. Postdocs kunnen ook aangesteld worden door de opleidingscommissie om een vak in te vullen. Maar postdocs zijn per definitie tijdelijk. En iemand als Kasper Rauwens is dus iemand die postdoctoraal onderzoeker is. Na dit jaar eindigt zijn financiering en eindigt dus ook zijn aanstelling aan de UGent.
En zal hij dus niet meer de lesgever kunnen zijn voor het vak waar hij nu lesgever voor is. He, dus er is een verschil tussen ZAP'er zijn en les mogen geven. En vandaar dat enfin, het is op de formele vereiste is dat je in principe gedoctoreerd moet zijn. Dus alle postdocs, die zijn niet prof, maar die zijn wel dokter. Nu, als je daar ziet in het lijstje van onze vakgroep, staan er ook nog mensen die het statuut van gastprofessor hebben. Dat zijn mensen die door de opleiding uitgenodigd worden om een vak te geven, of op zijn minst bijdrage te leveren aan bepaalde vakken, maar die geen aanstelling hebben aan onze universiteit. Dat zijn dus allemaal mensen die in principe een aanstelling hebben aan een andere universiteit, maar op een of andere manier betrokken zijn, ofwel bij het onderzoek, ofwel bij het onderwijs in onze opleiding. Je ziet daar bijvoorbeeld Erik Schieser nog tussen staan, die is naar Amsterdam gegaan, die heeft een aanstelling in Amsterdam nu, maar die is nog promotor van een aantal mensen die hier een doctoraat maken. Om dat mogelijk te maken, wordt hij aangesteld als gastprofessor, zodanig dat hij nog een onderzoekstaak binnen onze vakgroep op zich kan nemen. En dus al die mensen die daar staan, worden op een of andere manier uitgenodigd om een bijdrage te leveren, terwijl dat ze officieel aan een andere instelling verbonden zijn. Patrick Lodberg bijvoorbeeld, die zit aan de Universiteit van Antwerpen, maar die geeft hier wel één of twee vakken. Ik ga de postdocs en de doctoranden die samen nemen. Dus het geld voor die ZAP'ers, om die aan te stellen, komt van de faculteit. De faculteit heeft geld en reserveert een bepaalde fractie van dat geld om proffen aan te stellen. Dat wil ook zeggen, aangezien dat onze faculteit in continu geldnood zit, dat er maar iemand nieuw zal komen als er iemand weggaat. En dat het niet zo is dat omdat er iemand weggaat, dat er iemand nieuw bij komt in de plaats. Dat is telkens een onderhandeling die op niveau van de faculteit moet gebeuren. Dan zal er gekeken worden, ja, er gaat nu wel iemand op pensioen, maar de nood in andere vakgroepen is groter, dus we gaan die niet vervangen door een andere filosoof. Dat is soort debatten die opnieuw binnen die faculteitsraad gevoerd worden en die zeer heftig kunnen zijn, die ook zeer grote impact kunnen hebben natuurlijk voor de vakgroep. Erik Schieser die weggaat, wordt bijvoorbeeld niet vervangen. Er is daar nog wel een complicatie aan, waar dat zijn geld vandaan komt. Die postdocs en die doctorandi, daarvoor komt het geld uit drie verschillende, of kan uit drie verschillende zakken komen, zo je wil. Die zijn ofwel aangesteld met geld van het FVO of het BOF, ofwel zijn die aangesteld als assistent, ofwel zijn die aangesteld als projectmedewerker. Wat is het verschil? Assistent is hetgeen dat vroeger courant was en vandaag de dag eerder uitzonderlijk. Hè? Maar mensen worden nogal gauw assistent genoemd. Dat het statuut is dat mensen van vroeger nog kennen. Assistenten zijn mensen die worden betaald door de faculteit. Die worden betaald door de faculteit om proffen te assisteren bij bepaalde onderwijstaken. Maar die daarnaast, naast die assisterende rol, ook zelf onderzoek uitvoeren dat moet resulteren in een doctoraat, voor een doctorand dus, en dat voor een postdoc, je hebt zowel gewone assistenten als dokterassistenten. Nieuw, die worden door de faculteit aangesteld om bepaalde assisterende rol te spelen en daarnaast eigen onderzoek. Mensen die geld krijgen van het FWO of het BOF, dat zijn mensen die zelf een project hebben bedacht. Dat hebben ingediend en daarvoor financiering hebben gekregen. Ofwel van het FWO, het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat afgelopen winter een beetje in opspraak gekomen is. Ofwel het BOF, dat is een bijzonder onderzoeksfonds van de universiteit. Dus dit is extern geld. Dit is intern. Dus die raad van bestuur, het geld dat zij krijgt, die zak, een deel gaat naar de faculteiten, maar een deel wordt opzij gezet
om op die manier rechtstreeks onderzoek te financieren. Dus dit zijn mensen die zelf iets hebben bedacht. Ik wil een onderzoek gaan doen rond de esthetiek van Schopenhauer en de invloed daarvan op hedendaagse uitvoerende kunst. Ik zou dat graag doen, die daar een project over hebben uitgeschreven, die dat hebben ingediend bij deze instanties en die geluk hebben gehad dat ze geselecteerd zijn geweest. Dat is een zeer competitief. Daarbij wordt gekeken naar de studieprestaties van die persoon. Heeft die altijd grote of grootste onderscheiding gehaald? En wat is de kwaliteit van het project? En zo worden er elk jaar een aantal, bijvoorbeeld binnen onze vakgroep, wijsbeheerd en moraal, is dat het is een beetje gefluctueerd. Afgelopen jaren zijn dat er niet zoveel, 1 à 2 per jaar. In de beste jaren zijn dat er FVO plus BOF samen misschien wel 5 of 6 die op 1 jaar kunnen bieden. Maar dat er zoveel zijn, is afgelopen jaren zeker niet het geval. Dus dat zijn er elk jaar een paar die zich in die situatie bevinden. Projectmedewerkers, dat zijn mensen, proffen, kunnen ook geld vragen bij het FVO of het BOF. Dan is het de prof die een project uitschrijft. Ik zou graag een onderzoek laten uitvoeren naar de instituut van Schopenhauer en de invloed daarvan op bla bla bla. Die prof krijgt daar financiering voor en dan mag die prof zelf iemand uitzoeken om dat onderzoek uit te voeren. En dus daar is de selectie gebeurt anders. Hier is de prof die een financiering heeft gekregen en dan zelf mensen zoekt om het uit te voeren. Dat kunnen zowel opnieuw doctoranden als postdocs zijn, hier ook. Dat kunnen zowel zijn mensen die aanvraag doen om een doctoraat te maken, zijn mensen die gedoctoreerd zijn en dan opnieuw een aanvraag doen om verder onderzoek te kunnen blijven doen. In het beste geval kun je dit in principe 6 jaar doen. Het FVO biedt de mogelijkheid om 2 keer 3 jaar gefinancierd te worden. Als je wat geluk hebt, kun je dat optrekken tot 7 jaar. Als je dan ook nog eens op een project gaat werken, kun je dat. Maar die mensen zijn dan zeer duur, hè, want dat is veel nationaliteit en zo verder. Maar fijn, in het allerbeste geval kan iemand 10 jaar als postdoctoraal onderzoeker blijven rondlopen, maar dan is het verhaal echt wel af. Tenzij dat die persoon het geluk heeft gehad om een aanstelling als ZAP te krijgen, of dat hij ergens in een buitenlandse of een andere Vlaamse universiteit die aanstelling heeft gekregen. En je ziet dat er daar uiteraard een soort van flessenhals zit. Hè. Er zijn relatief veel mensen die doctoreren. Zeker de afgelopen 15 jaar heeft de Vlaamse overheid zeer veel geld vrijgemaakt voor doctoraatsbeurzen. Relatief gezien aan het buitenland is het in Vlaanderen veel makkelijker om aan financiering te geraken voor een doctoraat en voor een postdoctorale beurs. En zijn die ook nog eens beter betaald dan in het buitenland? Het loon dat je krijgt als doctoraal onderzoeker wat is het fonds? 1800 euro? Nee, kijk, 2000 euro, dus dat is niet slecht betaald voor iemand die net afgestudeerd is. Dus wat dat betreft is de Vlaamse overheid zeer genoeg. Natuurlijk niet iedereen die een doctoraat behaald heeft kan postdoc worden, dus daar is een eerste inperking. En dan de echte flessenhals zit een stap van daarna. En dat is voor zeer weinigen weggelegd. En bij elk van die selecties hoop je dat kwaliteit van mensen een belangrijke rol speelt, maar het is nooit de enige dat speelt. Hè. Je ziet op elk van die niveaus mensen afvallen waarvan je zegt van ja, die hebben alle kwaliteiten en misschien meer kwaliteiten dan sommige anderen. Ja, dat gebeurt bij dat soort mechanismen. Maar de grootste sprong zit tussen dit en dat. Wel, ik zal daar straks, als ik het over geschiedenis heb, misschien nog wel iets over zeggen. Maar je moet daar in de eerste plaats vooral heel veel zin voor hebben. Ja. Enfin, om de stap van hier naar daar. Hè. Net omwille van het feit dat de faculteit zo weinig geld heeft, ja, moet je al gewoon zeer veel geluk hebben dat op het moment dat jij hier zit, ergens in die jaren, dat er daar een positie vrijkomt in het vakgebied waarvoor jij in aanmerking komt. Die kans is eigenlijk verwaarloosbaar. Dus dat is die grote factor geluk die zo erg meespeelt. Ten slotte heb je die categorie van ATP,
academisch technisch personeel, dat zijn mensen die administratie en dat soort ondersteuning doen, die secretariaat bemannen, die ook in de bibliotheek werken. En daarnaast heb je tegenwoordig de praktijkassistenten. Vroeger was praktijkassistent iets uitzonderlijk. Was dat iets dat in de talenrichtingen wel couranter was, hè? Dat je voor een vak taalverwerking, Chinese taalverwerving, dat je daarvoor een native speaker hebt, die niet zozeer een onderzoeker is of academische kwaliteiten heeft, maar die andere kwaliteiten heeft vanuit een praktijkachtergrond. En op die manier een bijdrage kan leveren aan het onderwijs. Het punt is dat die praktijkassistenten goedkoper zijn dan gewone assistenten, vandaar dat de meeste opleidingen een logica ontstaan is om meer praktijkassistenten aan te stellen dan gewone assistenten. Die mensen maken geen doctoraat, dat is een belangrijk verschil. Er zijn daar recent ook weer een aantal wijzigingen geweest, waardoor dat statuut, maar fijn, dat is misschien, zei dat iemand daar graag meer over weet, maar dat is misschien minder relevant om daar heel veel op in te gaan. Als je dus kijkt naar die lijst binnen onze vakgroep, zie je daar het assisterend academisch personeel, dat zijn alle mensen die onder deze categorie zitten. Zowel als dokterassistent, als gewoon assistent. Daar zitten ook wel de praktijkassistenten bij. Ja, dus wat dat betreft is er een kruising tussen mijn categorisatie. Er zitten praktijkassistenten bij, zoals in ons geval bijvoorbeeld Sophie Verkouteren is praktijkassistent. Elke van Hevelen is dat. Philip Kolen is dat. Koen de Vijver is dat. Dus je ziet dat het er relatief veel zijn. Hè? Van degenen die daaronder staan, dat zijn dus die zogenaamde praktijkassistenten. Ook Vinci van Twenbeek, Jan van Vaak zijn mensen van de leraren. Dus op het eerste zicht lijkt dat alsof er veel assistenten zouden zijn in onze vakgroep, maar dat is een beetje optisch gezichtsbedrog. Wetenschappelijk personeel zijn mensen die op projecten werken, door de band genomen, en dan wetenschappelijk personeel, FVO, zijn diegenen die hier hun eigen beurs hebben. Dus samen zijn dat mensen die